Hi Stier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is het voor week nummer 16. En dat is van maandag 18 april tot en met zondag 24 april. Dan de kaarten schudden om te kijken wat week 18 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week voor jou een week is waarin je misschien niet helemaal weet wat je nu eigenlijk wil. Het kan zomaar zijn dat je de ene dag A wil, de volgende dag B, of misschien wel op dezelfde dag van A, B naar C gaat en ook weer terug. Het is ook dan geen week om meteen een besluit te gaan nemen. Ik heb het idee dat het vooral een beetje wisselend is, wispelturig is. En besluiten kun je dan ook beter uitstellen naar de toekomst toe. Dat wil niet zeggen dat je helemaal stil hoeft te gaan zitten, want ik heb het idee dat er echt wel gewoon in de actie gegaan kan worden. Ook met in het vooruitzicht dat je bepaalde punten graag wil gaan inbrengen of graag wil gaan veranderen. Maar doe het nog niet al te definitief maken. Ik heb het idee dat deze week namelijk best wel een week is die heel erg geschikt is om samen met gelijkgestemden te zijn, om je ergens bij aan te sluiten, om dingen te doen die je leuk vindt. Maar echte doorzetten of een echte ja zeggen, dat zou deze week nou net misschien nog net een klein beetje te vroeg zijn. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.